Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe motormobilist video. Vandaag ga ik na mijn ontbijtje naar Ossendrecht. Daar is de carnavalsoptocht. Daar ga ik voor onze nieuwssite woensdrechtnieuws.nl wat foto's van maken. En ik rijd er lekker met de motor heen. En het is heerlijk weer. Voor de tijd van het jaar zeker. Het vriest niet, het is droog. Dus ik ga ervan genieten. Gelukkig heerlijk weer. En ik ben nu onderweg naar Ossendrecht. Ik ga een beetje via een omweg. Want de gewone weg naar Ossendrecht, die heb ik al zo vaak gereden. En het is wel leuk om een keer een andere route te pakken. Weer eens een andere camera opstelling geprobeerd. Ik heb nu een GoPro 3 achter op de topkoffer. Dan ben ik benieuwd hoe die het doet qua trillingen. Ik heb hem op een stuk rubber gebonteerd in de hoop dat dat een beetje dempt. Gaan we vanzelf zien vanavond. Ik ben wel van plan om er binnenkort een nieuwe GoPro bij te kopen. Want ik merk wel dat de beelden van de GoPro 8 echt mooier zijn als van de GoPro 3. Dus ik zit er toch hard aan te denken om, die te vervangen. En dan een GoPro 8 met de media mod aan mijn helm vastmaken. En dan de GoPro 12 dan op het stuur. Ja, ik ga nou eens langs Nonplusultra en dan door de polder naar Ossendrecht. En dan kan ik niet langs de kerk naar Ossendrecht, want daar staan de carnavalswagens opgesteld. Dus ik moet even een stukje omrijden en dan denk ik dat ik de motor gewoon bij Motorservice Ossendrecht neerzet. Maar nou geniet ik even lekker van het heerlijke weer hier zo. Het is echt voor de winter super zacht weer. Ik denk dat het een graadje of 7, 8 is. Een beetje zonnetje erbij. Dat kan ik wel uithouden zo. Nou, daar komt een dikke trekker vanaf de andere kant. Dus eventjes. Beetje aan de kant. Lekker om zo door de polder te rijden, over de dijk. Het waait best wel hard nog. En ik ben blij dat de zon schijnt.
Ik heb vanochtend... Nee, ik moet het goed zeggen. Een tijdje geleden was ik de motor even aan het schoonmaken. En toen zag ik dat er een roostertje voor uit de kuip ontbreekt. Ja, dan ben ik ergens onderweg verloren. Dus ik heb het nou maar de opening met duct tape een beetje dichtgeplakt. Dat er in ieder geval geen rotzooi in de kuip komt. Maar het is niet zo'n mooi gezicht. Maar goed, de motor rijdt er niet minder om. Het is een ventilatieding voor een ventilatieklepje in de kuip. Voor als het heel warm is, dat je nog wat rijwind door de kuip kan laten stromen. Maar niet echt heel erg spannend. En dan rechts zie je de snelweg naar Antwerpen. Ja, we moeten altijd een beetje uitkijken, want ik weet niet of je op de GoPro kan zien, maar er ligt regelmatig veel rommel op de weg. Dus als je dan een bocht uitkomt, is altijd om even oppassen dat je niet gas geeft terwijl er net allemaal rotzooi ligt. Zoals hier bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat je het wel kan zien op de camera. En op de achtergrond zie je de windmolens en daarachter de industrie van Antwerpen met de koeltorens. Onoverzichtelijk hier zo. Zo, die komt er hard aan ook, zeg. Zou ik hier nou linksaf gaan en dan naar het centrum. Maar dat gaat dus nou niet. Dus nu rechtsaf en daarna weer linksaf om Ossendrecht heen. Daar staan de eerste carnavalswagens al. Ik weet niet of je het kon zien, maar op de hoek daar stond al een carnavalswagen. Ik denk niet dat die melkwagen dezelfde route pakt als ik. Maar ja. Oh ja, hij moet naar een boerderij. Nou, dat is ook prima. Hij gaat rechtsaf, ik ga linksaf. Ja, ik rijd nu langs Ossendrecht. Links zie je Ossendrecht. Ik vind het geweldig, dit soort weggetjes. Waar ik vroeger woonde in de Randstad, daar had je dat gewoon helemaal niet. Alleen maar saaie rechttoerig aan wegen. Nou, dit is een hele hobbelige weg. En dan ben ik benieuwd wat die GoPro 3 die achterop staat hiervan kan maken. Ik ben bang niet veel, maar dat merken we wel.
voordeel van de optocht die hier voorbij komt, is dat de hele straat een parkeerverbod heeft. Zodat je gewoon lekker door kan rijden. Nou, 1:30, om 2:00 gaan ze pas van start dus. Nou, in ieder geval in Ossendrecht. Nou, even uitpakken. En dan naar de optocht. De motor staat geparkeerd, dus ik ga maar eens naar het centrum lopen. De optocht staat over ongeveer een half uurtje, dus ik heb tijd genoeg om er rustig heen te lopen. Dit jaar maak ik alleen video van de optocht. Ik sjouw geen tas met camera's mee. Gewoon een leuke video maken. Dus het is even een eentje wandelen. Maar verderop bij de kerk, daar worden de wagens opgesteld. Thank you.
het was leuk dat Pim me even binnen uitnodigde voor een kopje koffie. En dan kon ik leuk even binnen naar de optocht kijken. Ossendrecht eruit, onderweg naar Hogeheide. Ik pak deze keer maar niet de toeristische route. Want het was voor eind van de middag is de regen voorspeld. Dus dan hoop ik dat ik voor de regen thuis ben. Ik heb aardig wat te doen vanavond. Want ik denk dat ik toch wel een uurtje of twee aan video opgenomen heb totaal. Heel benieuwd hoe deze cameraopstelling werkt. En dan misschien binnenkort met een de GoPro 8 met een media mod op mijn helm. Ja, daar valt wel wat te experimenteren. Het is behoorlijk druk op de weg, maar ja, het is 4:30, hè? Begin van de avondspits. We zijn alweer bijna in Hogeheide. We komen nu bij de randweg. Ik denk dat ik de randweg maar pak een stukje. Nou. Dit is denk ik maar het eind van de video. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik hoop dat je een beetje van carnaval op tocht houdt. En ja, volgende keer weer wat anders. Want carnaval is afgelopen. Als je hem leuk vond, geef even een duimpje. Je kan je natuurlijk op ons kanaal abonneren. Dat dan krijg je, en als je dan op de bel klikt, dan krijg je netjes een update in YouTube als we een nieuwe video plaatsen. En dat is bijna elke week. En dan voor nu zou ik zeggen, houdoe en tot de volgende video.